van het jaar. Onze rapporteurs beoordelen dus alleen de spelers van Excelsior en FC Dordrecht. Dordt staat na de 2-0 overwinning op RBC nu tweede in de eerste divisie. Gennaro Zeefuik kreeg een 8 en werd daarmee onze speler van de week. Onze speler van de week, Gennaro Zeefuik. Gefeliciteerd. Dank je wel. Terecht? Dat weet ik niet. Ik was mijn buur dat bepaald, toch? Dus ik weet het niet. Maar je hebt een 8 gekregen. Kan je daar een beetje mee leven? Ja, ik heb echt wel een lekkere wedstrijd tegen RBC. Dus ja, ik voelde wel lekker. De wedstrijd tegen RBC. Hoe kijk je daarop terug? Ja, het was wel een goede wedstrijd. We speelden lekker, het hele team. Ja, dat was voor mij ook wel een lekkere wedstrijd. Maar ja, je scoorde niet. Nee, de bal waren er echt niet in. Ik heb echt alles al gedaan, maar hij waren er echt niet in. Dus ja, gewoon een keer beter. Nu sta je onder contract bij PSV. Nu las ik in een interview dat je hebt gezegd, volgend jaar speel ik sowieso weer bij PSV. Nou ja, ik heb het niet gezegd. Maar ik heb gewoon gezegd, van, ja, ze kwam tegen RBC wel kijken. Dus ik probeer gewoon natuurlijk mijn best te doen. En ik heb hierna nog een jaar contract bij PSV. Dus ik denk dat dit het belangrijkste seizoen voor me is, bij Dordrecht. Want volgend jaar wil jij gewoon weer bij de selectie van PSV behoren? Ja, dat wil ik sowieso, ja. Maar ben jij minder dan de spitsen die ze nu hebben? Ik noem een Koevermans, een Lazovic, een Toivonen. Nou, ze zijn natuurlijk meer ervaren en ik ben nog jongeling, dus... Maar als je naar hen kijkt, wat denk je dan? Daar kan ik ook staan? Ja, natuurlijk. Natuurlijk kan ik daar staan, dat denk ik. Ja. Je bent wel goed genoeg? Ik kan goed genoeg worden. Nu heb je een mooie bos bloemen van ons gekregen. Aan wie ga je ze geven? Ik denk aan mijn moeder. Ik denk dat ik het aan mijn moeder ga geven. Zoals tegen Helmersport was ze er. Toen had ik ook gescoord. Elke keer wanneer ze komt kijken, dan scoor ik. Dus ik denk wel dat ik die bos bloemen aan mijn moeder ga geven. Gennaro Zeefuik was niet de enige speler die voor zijn spel tegen RBC met een 8 beloond werd. Ploeggenoot Sven Delanois kreeg hetzelfde cijfer. De middenvelder, die al eens eerder speler van de week was, is nu een van de 5 koplopers in het tussenklassement van onze voetballer van het jaarverkiezing. De andere spelers kwamen niet in actie, ook Guy Ramos niet. Hij speelde met Cap Verde tegen Malta.